Harre Zo, ik zit te denken, zou ik gewoon even één cheeky poging doen tot die vulkaanbezen reed van de Craftmaster. Het kan, weet je. Als ik gewoon even een goede steek meenemen, 30 raketten, ik denk oprecht dat ik binnen moet komen. En als ik dood ben, ben ik dood en dat boeit ook niks. Dan ga ik gewoon door met mijn leven, dan ga ik de basis verder uitbouwen en shit. Maar, ik denk oprecht dat het moet lukken. En dat bijt aan me, het knaagt aan me. Ik weet niet wat er allemaal binnen te vinden is, weet je wel. Als we daar leuke dingetjes kunnen snatchen van de Craftmaster. Dat is toch wel, eerlijk, dit is gewoon een dikke element of zo, weet je wel. Het kan allemaal. En ik heb hier op zich nog gewoon mijn foppie ready. Als we hier gewoon even weer 5-6k bullets pakken. Pakken we hier de heavy turret. Tak, 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 tak. Een generator. Oh, die heb ik niet. Rocket. Ja, hier al die rocket launcher dingen zo. Tak, tak, tak. Het ligt er allemaal gewoon zo voor het graaien, man. Het moet gewoon lukken, Jim. Het moet lukken, daarom. Maar mijn grootste zorg is gewoon... mijn vlak die kapot gaat, man. Dat is het grootste probleem. En deze... mijn vlaksetjes zijn niet zo super goed. En daarom. Maar eigenlijk wil ik gewoon even één uber vlaksetje even inzetten. Wat ik heb geloot ooit. En daarmee gewoon even de moves gaan maken, man. En zo'n uber vlaksetje moet ik eerst nog even hebben liggen, man. Sowieso. Moet ik Rudy hierbij betrekken of niet? Ja, misschien wel. Misschien is het wel sterker om met twee erin. Om met twee stego's erin te gaan. Oké, ik heb een plan. Ik had hier een bord neergezet. Rode obelisk is gereed, kan geen world travel doen. De beest die daar staat is ook best reedbaar. Ja. Dus, als we nou met z'n tweeën tegelijkertijd met een stego erin vallen... met een ubervlaksetje en wat vlak reserve met 30 raketten beide... dan kunnen we denk ik wel binnenkomen. Je bedoelt die smalle toren in de vulkaan? Ja, maar die hele toren ontwijken we. We vallen gewoon meteen in de vulkaan. Maar zit er een gat in het midden van die fop, van die tower? Nee, maar het is toch een ronde vulkaan en het is maar een rechthoekige toren die in het midden staat. Als jij gewoon jezelf tegen de muur aankleeft, dan schieten er heel weinig turrets op je. Kijk, leg even alles hierin. Die tech stego, die moet ik meenemen. En die sniper laat ik ook hier bijvoorbeeld. Ik laat ook gewoon even alle heavies thuis. 5 element moet genoeg zijn. Mijn rocket launchers neem ik mee. En mijn raketten, 38 raketten. En dit is waar ik het mee ga doen, man. Misschien netten. Dit is het gewoon waar ik het mee ga doen. En alleen dan moet ik mijn armor setje nog even uitzetten. Die heb ik wel nog nodig voor een latere doeleinde. En dan probeer ik eigenlijk nog even ergens een ubervlak te vinden die ik even in kan zetten hiervoor. Want alle andere dingen gaan te snel kapot, ben ik bang. Dus als ik nog ergens een vlakje van de Craftmaster en zo kan vinden, dat zou heel ziek zijn. Ja, ik denk dat ik ready ben. Alleen even kijken hoe ik daar ga komen. Dat is nog wel een beetje de vraag. Ik kan mijn Mewing gewoon pakken, die treasure ass. Maar voor de rest, ja, was slim. De vulkaan, man. De vulkaan is echt wel een stukje rennen. Dat is een beetje het gezeik. Ik heb geen C4, maar je kunt wel 10 pakken of zo als je wil. Even kijken, hoe ga ik daar komen? Hoe ga ik daar komen? Als we gewoon één flyer kunnen opofferen, kunnen we deze niet gewoon even pakken. Oké, het gaat beginnen. Ik hoop echt zo erg dat dit gaat lukken, jongen. Ik hoop het echt, maar ik weet het gewoon niet. Ik dacht, het is het proberen waard. Want toen ik er zo boven vloog, dacht ik van ja, dit is helemaal niet zo'n gek idee. Dit is gewoon te doen. En vooral als je dan met z'n tweeën tegelijkertijd invalt, dan schieten die turrets niet op één persoon, weet je wel. Dan heb je gewoon even iets meer tijd om alles te doen en zo. En als we dan snel die bezen kunnen sneaken en dingen kunnen nakken daarvoor leven, jongen, dat zou zo lekker zijn. Alleen als er dus een valt en zo is, dan is er wel een probleem. We hebben niet superveel explosives verder. Maar, oh wacht, het is wel heel slim om gewoon even een bed neer te zetten trouwens. Well, laat ik die nog even snel gaan craften, man. Sleeping bags. Sleeping bag is gewoon goeie. Heel goed. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Maar, dank u. Wat sleeping bags maken. Oh, dit is zo onnodig. Dit is zo onnodig. Holy shit. Oké, top. Maar in ieder geval, die dingen worden gecraft. Ik ga lekker vliegen met de Mewing. Hiya, have a great time. See you at the volcano. Maar deze kant is op, toch? Ja, helemaal omhoog hier. Mewing heeft grandioos een kop kapot, jongen. En waarom zijn die dingen echt zo ongelooflijk snel? Ik begrijp het gewoon nog steeds niet. Ark, please. Ik kan er ook zo slecht tegen Mewings, jongen. Als je aan een PvP'er bent met iemand, en dan gaat hij op zijn Mewing zitten. En dan gaat hij echt een max 26. Vliegt hij gewoon uit random dus. En hebben jullie al geabonneerd, geliked en...
en alle dingen in de beschrijving gekeken nog niet. Zeker even doen. Dit is een moment, mensen. Good shit. De G-Portal Guard met servers die jullie kunnen huren. Game servers. Je kunt onze game settings van Ark ook overnemen. We hebben een tutorial video onderaan de beschrijving staan. Klik ook even op een linkje. En met, door op onze link van G-Portal te klikken, krijgen jullie ook 10% korting op het huren van de game server. Dus enjoy de G-Portals en huur een leuke Ark server, mensen. Dus check het zeker even uit, man. En G-Portal is ook al een lange trouwe sponsor voor ons. En dat is good shit. En ik vind het ook fijn dat jullie G-Portal ook supporten. En zo supporten jullie ons ook. Dus dat is nice, man. Love, love. Oh, ik hoop echt zo erg dat dit gaat lukken, man. Oh, 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 oh. Easy profit. Easy profit, anders. Ik heb geen goldvlak, helaas. De vlak was een soort van een beetje op. Ik heb nogal wat Ascendant en Mastercraft bij elkaar kunnen scoopen, maar het is niet super. Het kan ermee door, maar het is niet super. Alleen mijn chest piece, die ene die ik nou in heb gezet, die is wel sterk. Dus ja. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Ik hoop het oprecht. Hey, vinden jullie het een keer leuk om Ark livestreams te kijken, hoor? Dan ga dan ook even naar www.twitch.tv/James hier. Ik zie tegenwoordig ook heel veel Ark mensen van de YouTube zie ik ook voorbij komen op Twitch. Dat vind ik leuk om te zien. Er staat nog een giga van de Craftmaster. Hey, have a great time. Bye bye. Al had ik mijn turrets hier nog maar staan trouwens. Dan had ik toen een kleine retreat gehad. Maar goed, ik heb nou de turrets bewust thuis gelaten. Sleeping bags wel even meegenomen. Misschien moeten we nog wel even een kastje bouwen. Ik heb nog bedden in de vulkaan staan. Laat ik die pakken. Ik loop wel even hier naartoe, man. Kut. Nou, dat was een goed verhaal. Kutzooi. Ja, we zijn in ieder geval op de vulkaanrand. Oh, oh, daar moet ik echt even mee uitkijken, man. Nee, ik vloog complete obelisk in waar nog turrets stonden. Maar ik heb mijn spullen terug kunnen pakken. Nou ben ik even op zoek naar een plekje. Alleen, ik kan dus niet meer echt vliegen of zo. Ja, je hebt ook niet echt... Ja, ik heb misschien allemaal krops, maar je hebt niet echt een randje waar je buiten de turret erin staat. Ja, misschien tussen ons in hier. Ja, dan zit ik even te zoeken. Ja, klopt. Maar aan de ene kant, als ik ergens met mijn kontje van mijn stego omhoog kan lopen, stukje voor stukje, en dan naar binnen kan vallen, dan is het echt al klaar. Ja, je hoeft geen eens met de reet naar achter te lopen. Er staan wel tech turrets trouwens aan de buitenring. Dus je kan beter gewoon met je hoofd naar de metal muur lopen, denk ik. Nee, maar als je nou met het kontje erachteruit in, rustig in moet lopen, omdat dat de enigste manier is, dan krijg je de hele volle barrage niet van al de turrets die op die toren staan hier. Oh ja, ik denk dat je gewoon meteen eronder moet vallen, toch? Want die barrage krijg je sowieso een seconde op je bek. Ja, maar als je met konden achter staat, dan doet dat geen damage. Oké. Ja. Ja, juist. Gewoon de stego je op dit smalle gooien, dan erop stappen en gaan. Oh, je moet eerst even healen, man. Oh, je verliest HP. Ja, het is heet, man. Knetter heet hier. Alleen, ik moet wel even uitkijken. Gooi die verdomme krop maar even weg. Want als die doodgaat, dan weten ze dat er iets dood is gegaan van ons. Ja, ik ben alleen bang als ik hem nu weggooi dat hij niet op de schot. Ja, nou, dat is niet handig. Ik gooi hem naar jou toe, oké? Oh man, gaat dit hem worden? Ik neem mijn Mewing en mijn Sinoma in ieder geval. Gaat dit hem worden? Ik ben benieuwd, gaat dit hem worden? Het ding is, als ze doodgaan en we hebben de generator wel al uit, dan kunnen we ook gewoon naar binnen rennen, weet je wel. En er staan een paar tech turrets daar, maar ja, dat boeit allemaal niks. En daarbovenop staan mijn heavies. Bro, hier kunnen we sowieso inlopen, man. 100%. Easy, dit. Oké, daar ga ik. Oké. Daar ga ik. Loop dan! Ga lekker stilstaan, man, Stego! Oh mijn god, what the fuck? Ga lekker stilstaan, man. Wat? Ja, wat kut dit. Ja, even serieus, man. Hij bleef gewoon letterlijk stilstaan. Maar, huh, is Rudy nou dood hier? Hij had wel al damage gedaan. Hoe is Rudy dood gegaan? Oh, wauw, gast. Wauw, gast. Wat is dit nou weer? Wauw, gast. Oh mijn god. Echt een val en valt. Gaat hij rondom die wal en valt, of niet? Oh mijn god. Is dat echt zo... Oh, dit is zo zuur. Ik wil hier meer stego's in gooien, nou. Maar ik vond het echt heel zuur, man. Ik bleef hangen. Ik kon niet lopen. Mijn stego bleef keihard stilstaan, gewoon. Hij deed niks. Helemaal niks en niks en niks. Oh, ja, wat kut is dat ook, man. Even serieus. Maar staan nou helemaal rondom deze doos gewoon alleen maar vals, of wat?
Oké, okay, ik weet het ook niet. Ik ga maar terug. Ik denk niet dat Rudy hier nog is, eerlijk gezegd. Ja. Helaas, ik ben volledig gearkt, mensen. Waar is Rudy weer neergegaan, hè? Huh? Ik ben net bij de basis. Hallo. Ja, hallo. Ik was er doorheen, maar het ook weer niet. Ja, er stonden heel veel vaults. Ja, en ik dacht, kut, als ik die vault kapot schiet, dan valt er een vault naar beneden. Ja. Maar je staat er wel ontzettend veilig, hoor, op zich. Ja, dat is het hele ding, maar... Ja, ik werd volledig gearmd, man. Echt volledig. Ja, ik dacht, what the fuck gebeurde er? Ik kon gewoon niet lopen. Hij liep niet, hij deed niks. Oké, is het nou eindelijk zover dat we dit gaan doen? Gaan wij het halen? Rudy en ik versus de vulkaanbasis van de Craftmaster en misschien van Jones, ik weet niet. Maar ja, dit wordt wat. Ik hoop dat het lukt. In ieder geval. Maar ik ben benieuwd. Het is wel pittig, man. Ah, hier is een klein... Hier is een klein hoekje in dat hij vaststaat. Oh, zat ik net vast in dat hoekje dan, of wat? Iets verder zit een kleine chip in de muur of zo. En dan kun je niet voorbij lopen. Dus dan moet je even terug of iets. Oh mijn god. Nou, ik ga ervoor, oké? Ja, doe je ding. Cheers, mate. Nice. Nieuw vlak. Oké, dit gaat niet goed. What the fuck was dat? Oh mijn god, ja. Nice. Volgens mij werd Rudy ook flink volle bak gearkt hier. Huh? Waarom val ik nou omlaag? Yo, ik kon niet bewegen. Ja. Is dat desync? Precies dat. Dat kon ik dus ook niet. Dat, precies wat jij nou had, had ik net ook. Maar zat ik vast? Want ik stond op de stego, maar je liep gewoon. Nee, je stond naast de stego. Oh, dat was de desync. Oh, en je wordt gewoon gedesync door die megaturret hoeveelheid. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Oh, maar dan is het gewoon 50-50 of het werkt of niet. Ja, dat weet je niet. Het is wel echt heel zuur, man. Ja, shit. Nou sta ik er alsnog alleen voor. Ja, je kan het gewoon proberen. Het is 50-50. Ja, maar ja, dat is niet handig. Dan ga ik het sowieso niet meer redden. Oké, nou, ik denk dat ik er maar gewoon een poging ga wagen dan, I guess, man. We gaan voor de desync. Desync incoming! Help! Oh nee, are you kidding me? Oké, nu heb ik even rust. Nu heb ik mega rust. Oh mijn god. Oké, nou ben ik benieuwd of ik dit ga surviven op een of andere manier. Juist. Maar ja, dat wordt alsnog heel pittig, man. Mijn stego heeft geen infinite HP, ik zelf ook niet. We zitten in een brandende vulkaan, mijn biertje is bijna uitgewerkt. Volgens mij schiet er alleen maar een tector of een paar heavies op mij at the moment, dat is wel goed. Oh, dat moet ik niet doen. Ik moet echt kleven aan de muur, man. Echt letterlijk kleven aan de muur. Ik heb iets opgeblazen, maar... Ik weet niet waar. Ja, en als ik deze opblaas, wat dan? Hè? Wat dan? Dan zakt de boel een beetje in. Of misschien kan ik dan een soort van naar binnen grappelen, eventueel. Dat zou heel ziek zijn. Oh. Reload. En Rudy is weer neer. Kom op, kijk! Kom naar binnen! Oh, deze heavies zijn leeg die mij schieten. Dus ik word nou niet geraakt. Nou, nee. Niks vrij spel. Echt niet. Ja, ik moet nog naar binnen, hè? Ja, oké. Hallo. Ik kan mijn body niet pakken, hij is fucked. Oké, er zit een gat boven mijn hoofd. Ik schiet gewoon een raket naar binnen hier. Oké, wacht, ik probeer naar binnen te gaan om de generator kapot te maken. Oh, hier staat gewoon een teleporter, man. Nee. Ik zit binnen. Oh mijn god. Wat gebeurt er? Oké, dit is kut. Dit is heel kut, maar ik ben binnen. Oh mijn god! Wat hit ik? Oh, de generator. Ik hit de generator. Kom op, die moet ik heel snel kapot maken voordat de Craftmaster in één keer naar binnen TP, man. Kom op! Hij is er bijna uit! Hij is uit! Oh mijn god, hij staat echt uit. De generator is uit. What the fuck? We hebben het gedaan! Yes! Oh nee, we hebben het niet gedaan. Huh? Oh mijn god, er is nog een generator. Kut, er is nog een generator. Oh nee, dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Ja, die body van Rudy ligt er ook niet meer, man. Tasjes weg. Maar goed, dit kan ik pakken. I guess. Laat ik eerst even deze replicator opblazen. In de hoop dat er iets van explosieven in zitten.
Dat zou heel ziek zijn. Of er zit gewoon helemaal niks in. Helemaal niks. Fuck. Dan moet ik deze... Ja, ik moet die generator hebben, man. Oké, ik blaas even deze ceiling eronder uit. Dan kan ik een tasje, denk ik, pakken, man. Kom op, ik red het bijna. Kom op. Ga kapot. Oké, nou is de ammo op. Dan moet ik de rest maar even mijn rockets doen, man. Want als het goed is, kan ik dan gewoon lekker een beetje element erbij pakken. En dan heb ik weer allemaal voor mijn tech rifle, man. Oké, kijk. Die moet ik hebben. Dat tasje daar. Recht boven de lava ook. Bro, dat doet knetterveel damage, man. Oh mijn god, dat doet echt heel veel damage. Oh mijn god, we hebben het gedaan. Ja, echt? Ja, nee, er is nog een generator boven mijn hoofd ergens, maar ik weet niet waar. Oké. Maar ik heb de onderste generator kapot en daar heb ik 155 element uit geloerd. Dus ik kan weer iets meer mijn tech rifle gebruiken nou. Maar ja, ik weet niet of ik de weg voor jou vrij kan maken op een of andere manier. Midden in een... Wie bedenkt ook om midden in een vulkaan te gaan bouwen, jongen? Ik op de island. Dan moet ik heel wijs een vault uitkiezen die ik op ga blazen. Want ik heb niet per se superveel C4. Oké, beam. Een beam. Oké, wat gebeurt er als ik gewoon een raket in de middelste schiet? Dan krijg je nou ook echt alleen de middelste damage dan? Nee, dat kan toch niet zo zijn dat alleen de middelste damage krijgt? Hallo. Maar ja, wat dan? Dan heb ik de vaults kapot. Hoe kom ik hieruit? Daar heb ik niet over nagedacht hoe ik hieruit ga komen. Ja, waar zit die andere generator? Weet je dat? Ik heb scouter voor je, momentje. Ja, en ik heb al een replicator en één vault kapot, maar er zit allebei niks in. Dus misschien is dit gewoon kei leeg. Ja, als we de generator uitkrijgen wel, ja. Maar die krijg ik zo niet uit. Hoor je mij? Oké. Ik hoor je. Nee, heeft gewoon geen nut. Ik heb geen explosieven meer. Als ik explosieven had, dan had ik gewoon die hele ceiling kunnen opblazen waar die toren op stond. Ja, ik heb 3 raketten. Ik heb alleen nog heel veel element voor mijn tech rifle. Ja, die tech dingen kan ik zo slopen, maar die metal dingen niet. Ja, ik heb heel veel explosives hier nog, maar ja. Ja. Ik kan ook niet echt naar binnen grapple glitch of zo. Nee. Wat nou als ik de hele foundation support eronder uithaal? Dat kan ook, maar dan moet je wel... Is dat tech floor? Nee, er zijn pillars met ceilings. Ja, fuck it. Ja, vooral als het tech is, dan... Ik ga gewoon die pillars allemaal opblazen hier, fuck it. Misschien gaat het lukken. Er is geen foundation support meer. Stort in met het lelijke gebouw, gek. Kom op, er is niks. Ja, ik hoorde net iets instorten, maar ik zie niet echt iets wat ingestort is. Ik blijf kijken naar de buitenkant, maar ik zie ook nog niks. Dus ik weet niet echt wat er nou gebeurd is, eerlijk gezegd. Buiten of niks? Oh, ja, ik hoor weer iets instorten. Ja, nee, je hebt een rijder uit. Echt een hele rijder uit? Ja, maar ga door. Oh mijn god. Oké, beam. Ja, netjes. Ja, nog één. Yes! Ja, mijn tech rifle is ook bijna kapot nou, dus dat is wel kut eigenlijk. Oh ja, ik heb trouwens ook nog net die tech force field generator geloot. Er zat ook 360 element in. Dus, ik wil niet doodgaan. Niet doodgaan. Want dat is heel veel element. Element die wij allemaal kunnen gebruiken. Oh, je hebt ook al wat turrets weg, man. Niet veel, maar ik zie er een paar verdwenen zijn. Oké. Ho! Oh mijn god. Oh nee! Dat duurde zo lang en lang. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Ark Survival Evolved. Tot de volgende keer. Doei!